Hele goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben al een tijdje wakker. Ik heb even mijn make-up tas opgehaald. Want die was in de auto en ik wil hem even opmaken. Dus ik even naar de auto lopen. Ik heb even alle deuren opgeruimd in huis, zodat het een beetje kan luchten. Oh, ik vind mezelf echt al zo bleek. Niet normaal. Ik denk dat ik weer even een dagcreme op ga doen met een tintje, zodat ik een beetje een kleurtje krijg. Want ik ga sowieso niet onder de zonnebank. Jullie kennen me. Oh ja! Update over mijn wenkbrauwen. Het begint een beetje te schilferen. Dat kan ik wel zien. Maar ik ben echt zo happy met de vorm, de kleur, alles en nog wat. En ze zeiden te warm. Dus echt na een tijdje echt eruit zou gaan. Het niet zo warm zou blijven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga me even rustig gaan lekker opmaken. En naar de Deviance kijken. Mijn ontbijt van de dag. Mijn kleurtje doet echt wonderen. Ik heb even mijn make-up gedaan. Ik ben vandaag echt rustig aan het opstarten. Want ik ervaar gewoon dezelfde klachten als laatst met hoofdpijn en duizeligheid. Dus ik doe het eigenlijk gewoon rustig aan. Ik ben er wel echt een beetje klaar mee, maar goed. Ik had laatst een vlog online geplaatst over mijn eczeemklachten de laatste tijd. Toen kreeg ik echt heel veel tips van jullie. Daar ben ik echt blij mee. Dus ik ga zo even lekker naar de Albertijn. Want het meeste wat mij werd aangeraden was de Neutral wasmiddel, want daar vroeg ik om. Dus die ga ik zo even gelijk halen. En dan kan ik mijn volgende was daarmee draaien. Ik ben echt heel erg benieuwd of dat gaat helpen voor mij. Voor de rest heb ik de bloemen allemaal weggegooid. Het klinkt echt zo'n random detail. Maar ik probeer gewoon alles wat nieuw was in mijn huis gewoon weg te halen. Omdat, ja, ik weet niet waar de klachten vandaan komen. Maar waar ik ook aan dacht is dat ik de laatste tijd heel veel zuivel eet. Bijvoorbeeld heel veel kaas. En Nessim ook. En toevallig had Nessim er dus over vandaag dat hij dus allemaal puisten had op zijn voorhoofd. En ja, we hebben laatst gewoon echt heel veel zuivel gegeten. En we merken daar allebei de gevolgen van. Dus daar ga ik ook mee stoppen. Oh, maar toen ben ik weer in bed beland. Ik word gewoon duizelig bij het lopen. Dus ik ga echt even slapen. Ik heb Nessim even geëbbed dat ik even onbereikbaar ben. Even een uurtje slapen. Ik verwacht een pakketje. Die wordt waarschijnlijk met een uurtje bezorgd. Hoop ik. Dan kan ik even een uurtje slapen. En dan zie ik jullie even straks. Nou, guys. Ik ben weer lekker aan het janken. Oké, ik ben nu weer een beetje gekalmeerd. Maar ik heb even van nagedacht van waar mijn hoofdpijn en vooral eigenlijk duizeligheid vandaan komt. En ik heb eigenlijk helemaal niet over nagedacht dat ik eigenlijk een nieuwe bril heb. En nieuwe lenzen. En een nieuwe sterkte. En dat het wellicht daardoor kan komen. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie straks. Ik heb even relax muziek opgedaan. Voorbij het slapen. Deze duurt gewoon 3 uur lang. Daar ben ik nog. Ik heb net even een water gepakt. Ik ga even lekker heel veel water drinken. Kijken of dat helpt. En ik ga denk ik even zo lekker op thuis bezorgd even comfort food gewoon even bestellen. Ik heb echt zoveel zin in Happy Italy of zo. Mijn bestelling van thuisbezorgd is binnen. Ik heb echt heel veel besteld. Ik heb een Afghaan besteld. Helai. En je moet voor minimaal 35 euro bestellen. En ik kwam daar maar niet aan. Dus ik heb echt kapot veel besteld. En ik ben lekker Timo aan het kijken. Ik dacht ik ga lekker met jullie uitpakken wat ik heb besteld. Want ik heb echt amper gevlogd vandaag. Dus, let's start. Ik ga natuurlijk wel wat bewaren voor Nessie, want het is echt heel veel. Ik heb een Afghaanse soep besteld. Ik weet niet of jullie goed kunnen zien. Maar ik was hier altijd zo benieuwd naar. Oh, het ruikt heel lekker. Ik was hier altijd heel erg benieuwd naar. Ik voel me niet zo lekker, dus ik dacht ik heb ergens zin in een soepje. Dus heb ik het voor de eerste keer besteld. Wat zit hierin? Oh. Sambusa met kip. Mantel. Bestel ik altijd bij de Afghaan. Een beetje van die pasta buideltjes gevuld met gehakt. En yoghurtsaus eroverheen met munt. Echt heel lekker. Dan hebben we hier aardappelen in tomatensaus. En kruiden en zo. Ik weet niet wat voor kruiden precies. Volgens mij kurkuma en zo. Maar ik vind dat wel heel erg lekker. Aardappel en tomatensaus. Oh, dat ruikt heel sterk. Dit zijn volgens mij linzen in tomatensaus. Dit ruikt heel sterk.
Volgens mij zit hier koriander in. Daar ben ik niet zo'n fan van. Dan. Oh yes. Mijn favoriet. Afghaanse rijst met wortel. En rozijnen. Oh mijn god, dit is echt mijn favoriet. Hier kan ik echt gewoon zo goed op gaan. Ik weet het niet. Ik had dus volgens mij twee van die soorten pasta bedeltjes besteld. Eentje met gehakt en eentje met groenten. Dus volgens mij is deze dan met groenten. Is het weer zover? Moet je mij weer eten? Weer filmen terwijl ik aan het vreten ben. Hoe is je eten? Ik vind het wel lekker. Mm. Ja. Maar? Vind je die groene ook lekker? Ja, ik heb die al opgegeten. Joh! Ik heb het best voor laatst bewaard. Oh, zo ben ik. Mijn Esme heeft dus een smoothie voor me gemaakt. Het is een bananensmoothie met, wat heb je erin gedaan? Frambozen en amandelmelk. En ik heb echt zo lang geen smoothie gehad dat het echt gewoon zo lekker smaakt. Echt, love it. En nu ga ik heel braaf al mijn vitamintjes weer slikken. Omega 3 is belangrijk. En mijn magnesium is belangrijk. Echt, ik heb echt wel het gevoel alsof die smoothie mij iets meer power heeft gegeven. Dat heb ik gewoon heel lang bepaalde dingen niet gegeten, zoals banaan of zo. Ik wil er eens power van krijgen. Nou, dat ging niet helemaal goed. Gaat die goed, schat? Nee, ik heb de magnesium eruit gespuugd.